Tot traditie verheven organiseerde op vrijdag 25 april de Lions Club Bunschoten in samenwerking met de Van Amerongenschool de jaarlijkse sponsorfietstocht. Het doel van deze sponsortocht was geld inzamelen voor de aanschaf van beloningsmateriaal voor PBS, Positive Behavior Support, oftewel positief gedrag belonen. De Van Amerongenschool vindt dit een belangrijk onderwerp. Tot en met 8 deden aan deze speciale fietstocht mee, waarbij de jongste groepen 10 kilometer fietsten en de oudere groepen 25. De start was al om 9 uur bij de Van Amerongenschool. Onderweg werden er 3 keer gestopt. Een zogenaamde educatieve stop en een stop voor een ijsje. Onder andere aan de Bonte Poort, de Kastanjeboom op Zevenhuizen en Zorgboerderij de Veldmuis. Er werd in groepjes van 12 leerlingen gefietst met een eigen routekaart. Afloop lag er een medaille te maken. Oké, jongens en meisjes, jullie hebben een fantastische prestatie geleverd vanmorgen. Een geweldig eind gefietst. We hadden op het programma gezet dat jullie 10 kilometer zouden gaan fietsen, maar ik heb op de teller gekeken. Het was wel 13 kilometer. En omdat jullie dat zo geweldig gedaan hebben, hebben we ook een leuke herinnering voor jullie. Althans, als je die hebben wilt. Jullie kregen allemaal een lint van verdiensten namens de Lions Bunschoten. En die willen we allemaal aan jullie overhandigen. Hoe vinden jullie dat? Leuk! Leuk! En bij de kastanjeboom, hoe vonden jullie dat? Leuk! En wat daar te drinken was, hoe vonden jullie dat? Leuk!